Zaterdagavond speelt NEC in Alkmaar tegen AZ. Zonder publiek natuurlijk. Trainer Rogier Meijer maakte eerder al duidelijk dat hij er eigenlijk niets aan vindt zonder fans. Nee, maar die uitspraak die staat en daar ben ik ook niet van teruggekomen. Kijk, we moeten wel realistisch zijn hè, als het uitgesteld was. Ja, ik weet niet of het over 3 weken anders is, hè, dus we moeten gewoon zonder publiek. Nou, we hebben al 2 keer thuis gespeeld zonder publiek. Nou, nu komen er 3 wedstrijden bij. We moeten er gewoon mee omgaan. En het is zoals het is. Richt op het voetbal en dan hopelijk is het snel voorbij. Derde keeper Robin Roefs kwam met Oranje onder 19 in een lastige situatie terecht in Israël. Ja, we gingen in principe met 18 man daarheen. En uiteindelijk zijn er de laatste wedstrijd 11 overgebleven. Doordat er 2 trainers corona hadden. En ze hebben ze met zo min mogelijk risico zijn we naar die wedstrijd gegaan met 11 man. Dus. Kan nooit normaal, hè? Nee, ja, het is altijd gezeik hier. Maar even over de wedstrijd. Je speelt met 10 man, dat moet bijzonder zijn. Hoe heb jij de voorbereiding beleefd? Ja, het was natuurlijk heel speciaal. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt dat we naar een wedstrijd gingen zonder wissels. En dan helemaal niet zo'n, ja, toch wel een redelijk belangrijke wedstrijd. Op Elias Tafsan na is de hele selectie fit. Geen garantie voor succes natuurlijk. Meijer erkent dat AZ een lastige tegenstander is. AZ is gewoon een grote club, prima ploeg. Er staan 3 punten onder ons. Hè, dus wat dat betreft zegt er ook iets over de stand nu. Hè, dat doen we gewoon hartstikke goed. Alleen, je hebt natuurlijk wel kwaliteit. Zeker in voetballend opzicht hebben ze kwaliteit. Dus aan ons de taak om dat te ontregelen en ook zelf te voetballen. Dus daar gaan we alles aan doen. Wat verwacht je van NEC? Wat is de kracht van NEC om tegen AZ te gaan voetballen? Ik denk dat als je tegen AZ speelt moet je sowieso compact spelen. Omdat ze gewoon heel veel beweging hebben in hun ploeg. Maar ik denk ook als je zelf aan de bal bent of in balbezit bent, dat er ook best wel mogelijkheden liggen. Hè. Ze geven je ook wel wat ruimtes. Ik denk dat wij hebben laten zien de laatste weken dat we aan de bal ook een prima niveau kunnen halen. Dus dat is hetgeen wat we willen. En uiteindelijk zullen we zien morgen hoe die wedstrijd zich ontwikkelt, waar de kansen liggen. Maar uiteindelijk denk ik dat we wel kansen hebben op basis van ons voetballend spel. NEC staat nu knap 7e. Linksback Soufiane El Karouani sprak zelfs al over de mogelijkheid van Europees voetbal halen. Ik heb begrepen dat Van Schouten, volgens mij ging de pers ook beter zijn woorden verdraaien. Tuurlijk, we staan goed, maar het gaat om dat wij gewoon erin blijven. Dat is gewoon de doelstelling. En als we 35 punten hebben, dan komen we wel weer terug, maar weer bij me terugkomen. Maar we moeten gewoon eerst die punten aantal halen en veilig spelen. En dan kijken we verder. Nou, prima. Het is prima om hier te staan. Maar dingen kunnen ook snel veranderen in het voetbal. Dus we moeten daarin niet makkelijk worden en niet denken dat... Dat we er al zijn, wat dat dan ook mag zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je elke week je niveau probeert te halen en elke week probeert te winnen. Dus ik sta hier niet met het gevoel van we gaan uitbuiken. Nee, we willen graag goed voetbal laten zien en een goed resultaat halen morgen. AZ NEC is zaterdag om 8 uur en natuurlijk te volgen via RN7.